Oké, dit belooft weer een knaller te worden. Aan de ene hoek hebben we Tyler Colton, de Canadian Hercules, een professioneel strongman. Hij gaat het opnemen tegen onze enige eigen Johnny Victory Evers. Johnny Evers is natuurlijk een peer uit Brabant, maar kijk eens naar die andere peer in de ring. En de partij is begonnen. Johnny Evers, normaal een hele sterke kerel, een boom van een vent. Maar ik denk echt dat hij op dit moment toch een stuk kleiner is dan de man die tegenover hem staat. Een professional strongman, de Canadian Hercules. En dat is zelfs aan voor hem. So I'm trying to explain that he's a lot smaller than you are and that you're a big guy and a strong man and a yada yada yada. You don't have to threaten me. He also said your hair was weird. It was him. That was not me. Johnny Victory Evers ziet er erg gefocust uit. Dit wordt kracht tegen energie, Rico Machino. Kracht tegen energie vind ik een hele mooie omschrijving op dit moment van jou. Drago, je ziet dat energie het op dit moment aflegt. Maar hoe lang gaat het duren voordat de batterij van de grote man die aan de andere kant van de ring staat op is? Tyler laat zien dat hij zich aan de regels houdt. Het is gewoon eerlijk gebroken. Ja, Johnny Evers kent het publiek en het publiek zal meer achter Johnny Evers staan. Misschien ook niet, ik denk het wel. Wat een kracht van Tyler Conner. Oh! Wow. Dit is niet alleen maar kracht, dit is drive, dit is motivatie, dit is energie, dit is Johnny Evers! Zojuist heeft de Canadian Hercules Johnny Evers uitgedaagd voor een test of strength. Ik weet niet of het verstandig is. Johnny. Ik weet niet of het verstandig is, Johnny. Ik je zeg kan het, Johnny. Vraag maar aan het publiek. Volgens mij kan jij dit. Moet hij het doen? Moet hij ervoor gaan? Hij is wel echt sterk, Johnny. Oké, kom op, Johnny. En nu test of strength. Twee sterke mannen hier die het tegen elkaar opnemen, maar je ziet dat het voordeel is van de geoefende kracht van de man uit Canada, de man uit het Witte Noorden. Tyler Colton heeft natuurlijk een powerlift experience, maar Johnny heeft explosiviteit. En Johnny Evers lijkt terug te voeren, hij lijkt terug te komen, nee! God kick van Tyler Colton. Canadian Hercules laat het niet zo ver komen en Colton nu charged. Wow, de snelheid van Johnny Evers. Ah, Johnny Evers, de dynamo die nooit opraakt. Die vrolijke Brabo die klaar is om te knokken. Johnny Evers hier met een quick attack op een steentype. That's not very effective. Johnny Evers, zijn lievelings-Pokémon is trouwens een Pikachu. Oh, en Johnny Evers verbaast je vriend en vijand. Door Tyler Colton te bestrijden op zijn eigen terrein, maar was dat verstandig? Had hem niet. En dat is hoe je het doet. Oh. Johnny. Johnny Victory Evers. The flying shoulder shock. En Johnny vraagt om de energie van het publiek. Krijgt hij omhoog? Oh, de massa is te veel. De massa van Tyler Colton is gewoon te veel in deze wedstrijd. Oh, hij is er klaar mee. Hij is er klaar mee. Ik zag het aan zijn ogen. Wat gaan we nu zien? Hem op. Ik heb weinig mensen die hebben zo op zien pakken. Hey. Met zijn gezicht in de turnbuckle. Oh, twee turnbuckles. In de derde. Drie turnbuckles. En dan vierde. Vier turnbuckles. Drie. Vijf. Zes. Oh, en Johnny Evers laat zien dat hij waard is! Uit Brabant! Kunnen ze dat hier wel? 1, 2, 3, 4, nee! Oh! Atomic drop. Het is een Manhattan drop. Een klassieker, hè, die atomic drop.
door de lijn. En nu? Pak hem maar, blijven de bal. Oh, dat is kracht. Dat is kracht. Respect hoor, Johnny. En die gaat gelijk voor de cover. Dat doet hij heel erg slim. Dus hier de ervaring. Oh! En de Brabantse bodyslam was niet genoeg voor Johnny Evans. Ik zag dat de ervaring van Johnny Evans. Hoe snel die voor de cover gaat. Soms zie je worst laat passeren. Kijken naar de crowd. Doe lekker arrogant. Johnny Evans dook gelijk naar beneden. Hij wist tegen wat voor tegenstander die stond. Hij weet tegen met wie hij te maken heeft. En hij weet dat hij deze man 1, 2, 3 met zijn schouders op de mat moet houden. En Johnny Evans! Oh! Grote Laars, maat 88. In de zin van Tyler Colton. Nee, nee! Oh, oh, oh. That's power! Dat is kracht! Ik heb nog nooit iemand Johnny Evans zo zien. Oh, oh, oh! Ground and pound nu! Ground and pound van Tyler Colton. De scheidsrechter doet zijn werk, is erbij, waarschuwt Tyler Colton. Nu gaat hij voor de pin. Nu gaat hij voor de pin. Oh! Gesloten vuist is natuurlijk niet legaal in traditioneel pro wrestling. Nog steeds heel veel energie in de batterij van Johnny Evans. En hij heeft natuurlijk altijd de crowd achter zich staan. Dat is een voordeel voor hem. Oh, een baby kietje van Baby Tyler. En nu? Oh, dat is dus respectvol. Tyler probeert iets anders te doen. Weet je waarom ze deze man de Canadian Hercules noemen? Waarom noemen ze Tyler Colton de Canadian Hercules? Hij is bovenmenselijk sterk. Nee, ja, dat zien we hier in deze chinlock. En nu? Oh. Omgedraaid in een Japanese stranglehold. En als deze move je niet submit, dan laat die schade achter. Hoe dan ook, je armen worden naar achteren gestretched. Al je aanhechtingen staan op knappen. En we weten allemaal, Johnny Evans is nu niet bepaald een yoga specialist. Hij probeert hier de pecs, oftewel de borstspieren van Johnny, van zijn middenkas af te scheuren. Maar Johnny Evans voelt het publiek en komt terug. Oh, en een reversal. Nee, 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 nee. Kracht, kracht, kracht. Power. Extreme kracht van Tyler Colton. En dat is waar hij het van moet hebben. Ja, hij moet het ervan hebben. Hij heeft ook heel veel, Rico. Tyler Colton heeft 2 weken voordat hij hier kwam nog een Strongman Challenge in Canada gewonnen. En hij gaat hier gewoon op vrolijke voet verder. Door de armen van Johnny Evans bijna te ontwrichten. Dames en heren, als jullie voor Johnny Evans zijn, dan is dit het moment. Dan is dit het moment om hem te laten voelen dat jullie van hem houden. Kom op, help Johnny Evans die strijd bouwen. Oh, oh, wat een break in de taal, wat een lafaard. Maar hij heeft al het vast. Oh, hey, maar het werkt. Het werkt. Je kunt heel snel bij pro wrestling zeggen dat iemand een lafaard is of dat iemand vals speelt. Maar op het moment dat het werkt, gaat om het resultaat. Het gaat erover. Heeft het gewerkt? Waar zijn ze 2 tellen? Wie gewonnen, Rico? We zullen zien wiens arm omhoog wordt gehouden als de bel heeft geklonken. Ik weet het niet. Ik kan niks voorspellen. Ik zeg alleen slimme strategie op dit moment van Tyler Colton. Ik denk niet dat hij dom is, omdat hij slim is en heel sterk. Maar Johnny Evans is ook slim en sterk en snel. En hij houdt van pommen. Hoi! Oh! Zo, yo! En de kracht van Tyler Colton die het publiek laat weten wie die is. Hij laat het publiek weten waar hij voor staat. Hij vraagt zelfs foto's. Shades of Emil Sitochi! Ik zou het je afraden, ik zou je ogen op Johnny Evans houden. Want we weten allemaal dat Johnny Evans niet is uitgeteld totdat hij is uitgeteld. 1, 2, 3. Rico, ken jij die oude serie Captain Planet? Jazeker. Tyler Colton lijkt een beetje op een boef daaruit. Zo. Loot and plunder? Loot and plunder. Oh, 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 scheidsrechter, scheidsrechter, dit is niet, dit kan niet. Het is niet illegaal om iemand zijn gezicht in de mat te persen, maar het is wel gewoon groter. Nee, het mag niet. Het mag gewoon niet. Ja, maar het is niet genoeg om iemand te kwalificeren. Dus hij zat de wereld wel. Ik zie het in zijn ogen, in zijn bakkenbaarden. Man, ik ben nog steeds kapot van die vrouwenpartijen. Oh, hier komt ie. Johnny Evans nu. Johnny Evans voelt het. Johnny Evans voelt het. De grote reus is geblesseerd. Hij heeft pijn. De Canadian Hercules heeft pijn en nu moet Johnny Evans doorgaan. Nu moet hij voor de kill gaan. Wat een... Ah, wat een held die Johnny Evans. Hij krijgt de crowd elke keer weer achter zich. Maar is dat genoeg? Is dat bepalend? In dit stadium van de wedstrijd. Fireman's carry position. Kill!
Dit is het gewoon. 1, 2, 3. Oh nee! 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 Ik dacht ook dat het 3 was. Ik dacht ook dat het 3 was. Rio, ik heb zoveel tegenstanders. 2 voor de California Roll. En niet Tyler Colton. Tyler Colton bewijst dat hij 1 Johnny Evans kan het niet geloven. Een blik van ongeloof op het gezicht van Johnny Evans. Kijk in de ogen van Johnny. Kijk in de ogen van Johnny Rico. Het vuur brandt weer. Het PWH vuur in Johnny Evans brandt weer. En dan gaan de swaps. En dan gaan de swaps. De swaps gaan naar beneden. Side suplex. Nee, break. Oh. Grote headlock. En zo blokkeert Tyler Colton, die nu de ropes rent. Oh, dat is een keer, Rico. Oh, yes. Yes. Oh. Mijn hemel. En nu. Nee. Ik dacht, dat is het. Ik heb nog nooit iemand zo met Johnny Evers hier gooien, Rico. En natuurlijk is Tyler Colton gefrustreerd, natuurlijk. Ik heb hem zoveel tegenstanders dat hij moet zich verslagen. Kijk de frustratie, kijk naar de frustratie in de ogen van Tyler Colton. En nu, powerbomb positie. Oh, ja, powerbomb en hier komt hij. Johnny Evers nu. Is dit het? Nee, Johnny Evers, hij beweegt nog steeds. Dunkt een clothesline. Johnny Evers nou met een clothesline van zichzelf. Oh, hij is een single. Johnny Evers trekt zijn singlet weer aan. Maar dit is ongehoord! Ja, hij neemt aan! Hij neemt aan! Ja, ze gaan hem weer aan kunnen trekken! Pak hem! Waar is het vuur? Oh! De scheidsrechter zag het niet. Ik geloof dat de scheidsrechter geraakt werd op dat moment. En wacht eventjes. Powerbomb positie. Oh nee! Oh mijn god, wat een powerbomb! Ladies and gentlemen, your winner! Tyler Colton!